Zometeen gaan we een hockeywedstrijd live streamen. En dat doen we via 4G. KPN die verzorgt de 4G-verbinding. En wij zorgen dat er een beveiligde verbinding ontstaat met de campusinfrastructuur van Universiteit Utrecht. Wat bijzonder is aan streamen met 4G, dat gaan we nu uitproberen. We gaan kijken of 4G in staat is om een goed videobeeld te kunnen verspreiden. Er is een camera die de wedstrijd opneemt. Dat wordt naar een apparaat gestuurd, wat het dan via 4G stuurt naar de streamingserver van ICT Media. En van daaruit kunnen mensen daar op die streamer inloggen en kijken naar deze wedstrijd. We zijn sinds eind 2012 zijn we bezig met dit soort 4G-pilots. We hebben bijvoorbeeld een weblecture live uitgezonden die live meegekeken konden worden via 4G. En we hebben expert op afstand pilots gedaan. En dit is natuurlijk een gedeelte en dit is een assortment van technisch gedeelte en kijken of de test of de techniek voldoet en ook of de gebruikswaarde aan te tonen valt. Ik als student journalistiek en als journalist verwacht van 4G dat het uitzenden en het livestreamen van nieuws en nieuwsuitzendingen een stuk gemakkelijker wordt. Er ontstaan hele nieuwe mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld videobeelden in hoge kwaliteit versturen. Je kan in hoge kwaliteit videoconferenties, grote bestanden versturen, makkelijk in de cloud werken. Het is vergelijkbaar met werken via wifi of een bedraadnetwerk, maar dan via een ander type netwerk.